Welkom bij deze RTV Sport op TV. Nou, wederom een sportweekend. We gaan er straks op terugblikken met de uitslagen van de overige sporten. We kijken natuurlijk bij het voetbal. En we hebben een gast in de studio, Ans van Rijn. Dat is de voorzitter van de tennisvereniging Zee en Duin. Ook voor hun gaat het seizoen weer beginnen. Maar eerst kijken we even naar de uitslagen van het voetbal het afgelopen weekend. Te beginnen met een streekderby in de tweede divisie. VVSB uit Noordwijk-Ruid tegen VV Katwijk. De Katwijkers wonnen met 1-3. Kozakkenboys, Rijnsburgse Boys werd 2-1. Verlies voor de Rijnsburgers. Quickboys won tegen Stedoco eveneens met 2-1. En Achillesveen FC Rijnvogels werd 2-4. Ook winst voor de Katwijkers daar. Valk 68, Dokkels 2-1. En dan twee uitslagen bij het damesvoetbal. De dames van Rijnvogels speelden tegen de dames van Te Leden 2 en wonnen met 6-0. En de dames van Quickboys speelden tegen de dames van heel toevallig Te Leden 3 en wonnen met 5-0. We gaan terugblikken op die wedstrijd van Quickboys. Hebben ze weer de weg naar boven gevonden? We vroegen het na afloop aan de aanvoerder. Jeffrey Kent, gefeliciteerd. Jullie winnen met 2-1. Ik heb sowieso een hele leuke open wedstrijd gezien. Ja, dat klopt. Heerlijke overwinning hier thuis weer. Naar Ajax nu weer de overwinning thuis te pakken. En het was een open wedstrijd met veel kansen. Ja, ik vond wel dat wij wel meer kansen hadden dan Stedoco. Maar hun waren ook 2-3 keer gevaarlijk. Maar inderdaad een mooie open wedstrijd. Ja, vorige week doe ik tegen Ajax. Misschien een moeilijke eerste helft. Maar tweede helft zag ik al een goed Quickboys. Zelfde elf. Neem je dat dan mee naar deze wedstrijd? Dat jullie met dezelfde elf eigenlijk gewoon vanaf het begin best wel weer goed spelen? Ja, we hebben dat wel gewoon gezegd tegen elkaar. Gewoon laten we doorgaan. Tegen Ajax was het redelijk. Natuurlijk een andere tegenstander. Maar dat hebben we wel meegenomen in deze wedstrijd, ja. Ja, je zegt het zelf al, de beste kansen, terecht gewonnen. Denk ik vriend en vijand erover eens. Is dan het enige smetje dat jullie het te lang spannend hebben gehouden? Ja, misschien voor de supporters wel leuk. Maar voor ons was het wel natuurlijk lekkerder geweest als je misschien niet 3-1 had gemaakt. Maar ja, zo winnen is ook mooi. Spannend. Ja. Je krijgt wel lekker ruimte tegen Stedoco om te voetballen. Ja, dat is voor mij persoonlijk heerlijk, maar ik denk ook voor andere jongens. En het ligt ons ook beter, denk ik, tegen teams die ook willen voetballen, ook ruimte geven. En dan zie je wel dat wij ook individuele kwaliteit hebben en om die ruimte dus goed te benutten. Je doet het vaker, Jeffrey, bal aan de voet en dan wat meters opstomen richting het doel van de tegenstander. Vandaag ook, met een mooi resultaat. Ja, vandaag was een mooi schot. Misschien een beetje geluk, maar dat hoort er ook bij voetbal, een beetje geluk. En hij zat er lekker in. Sowieso twee mooie goals in de eerste helft. Sowieso als je kijkt nu naar de tegenstander, je kijkt ook altijd naar jezelf. Maar dan ziet de wereld er wel weer anders uit. Hè? Want nu twee overwinningen op rij. Noordwijk en Hoek laten punten liggen. Tweede plaats, gaan jullie daar dan maar voor? Ja, om eerlijk te zijn natuurlijk niet. Het wordt nog spannend. Ze moeten nog naar Hoek uit. Ze moeten nog naar Nieuw-Zuid. Dus alles ligt open nu. En Noordwijk komt nog hier, geloof ik, hè? Ja, die komen nog hier. Dus dat wordt een mooie pot, denk ik. Nou, dan zal er ook veel volk op de tribune zitten. In ieder geval lekker twee overwinningen op rij. Moet een lekker gevoel geven. Ja, zeker weten. Nu hebben we nog een thuiswedstrijd en dan even een weekendje niks. Dus die willen we ook gewoon winnend afsluiten. En dan hebben we na die drie mindere wedstrijden gewoon weer 3 keer op rij gewonnen. En dat geeft iedereen wel een goed gevoel hier. Hoe is trouwens de laatste vraag? Je moest eruit. Had je een blessure? Is het iets ernstigs of uit voorzorg? Ja, ik had al last van mijn buikspier. En ik wilde die bal nog terugtikken naar de keeper en toen kwam ik extra op rek en toen voelde ik het erin schieten. En ik kon niet meer goed aanzetten en we hebben natuurlijk Jeroen op de bank. En ik dacht ook van die kan het prima invullen, laatste kwartier. Dus ik had geen risico genomen, maar ik denk niet dat het wat ergens is. Toch een beetje voorzorg. Ja. Jeffrey Kent was zat verdediger bij Quickboys en dus ook de aanvoerder. En hij speelt er sinds afgelopen zomer. Tot zover het voetbal, maar er werd nog meer gesport het afgelopen weekend. En ook die uitslagen zetten we even op een rij. En we beginnen dan bij basketbal. De heren van Grasshoppers die kwakkelen de laatste weken. Ook nu weer een verlies. 73-75 nipt tegen Ubal. De dames van Grasshoppers deden het beter in de Eredivisie. Ze speelden tegen Dozi Den Helder en wonnen 78-75. Dan naar het volleybal van RVV. De heren wonnen met 1-3 van Waterlanders. En de dames verloren met 3-2 van de Gemini Kangaroos. Korfbal. Matthew tegen OZC werd 15-14. En één wedstrijd bij het waterpolo van ZNPC Katwijk. De dames speelden tegen ZVVS en verloren met 12-12. Tegen 8.
We hebben de afgelopen weekend al kunnen genieten van de zon. Je gaat dan bijna denken dat de lente begonnen is en dat ook het tennis weer gaat beginnen. Nou, bij ons in de studio Hans van Rijn, de voorzitter van Zee en Duin uit Katwijk. Het tennis gaat alweer een klein beetje beginnen, hè? Bijna. Wat is jullie planning? Nou, we starten 22, 23, 24 maart met een benefietweekend. En de officiële opening is zaterdag 30 maart. Maar wij hebben in de winterperiode de bestaande lampen vervangen door LED-verlichting. We hadden 6 banen verlicht en door de LED-verlichting hebben we minder palen nodig. Hebben we nog 2 extra banen kunnen verlichten. En dat is een behoorlijke uitgaaf geweest. En vandaar dus het benefietweekend, wat we dan de 22e, waar we mee starten, met een hele leuke veiling. En misschien dat er dan getennis kan worden. Het hangt er vanaf of de banen dan inderdaad klaar zijn. Het hangt van het weer af. En dan officieel gaan we 30 maart gaan we weer open. Ja, duurzaamheid, hè? Ook bij tennis. Duurzaamheid, ook bij tennis, ja zeker. Want dat scheelt heel veel, traditionele verlichting of LED? Ja, het scheelt. Het is sowieso natuurlijk gewoon veel beter. En qua kosten scheelt het natuurlijk ook aanzienlijk. En het is gewoon een hele fijne verlichting om mee te tennissen. Dus win-win situatie. Dus er is aangeschaft en het geld willen jullie dan de komende tijd met evenementen ook een klein beetje gaan terugverdienen. Zo moet precies, ik dat zien? Precies, zo moet je dat zien inderdaad. Alle kleine beetjes helpen. En tegelijkertijd zijn gewoon alle banen goed verlicht en kan er dus ook 's avonds gespeeld worden? Ja, op 1 baan na, maar we hebben 9 banen, 8 banen zijn verlicht. Dus, maar er kan ook 's avonds goed gespeeld worden inderdaad. Ja, ik vroeg je net al met het voorgesprek van, ik woon zo van Rijshoever, rijk langs de Krom, daar zie ik ze een beetje doortennissen. Ja. Dat heeft met een soort baan te maken. Jullie hebben echt nog zo'n ouderwetse gravelbaan. We hebben gewoon een heerlijke baan en dat zijn gravelbanen. En wij ons seizoen loopt van 1 april tot 1 december. Dus eigenlijk tot de eerste vorst kan je bij ons spelen. Ons clubhuis is dan ook gewoon geopend van 1 maart tot 1 december. Maar als het dan gaat vriezen, ja, dan halen we de lijnen eruit. En dan worden die banen winter klaargemaakt. En eind februari, begin maart worden ze weer zomer klaargemaakt. Dus je hebt eigenlijk een korte periode, januari, februari, begin maart, dat je niet op de banen kan tennissen. En voor de rest kan je er wel op tennissen. En dan worden de banen in conditie gebracht nu, zeg maar, ja, met het gravel. Ja, dat wordt er opgerold, gestrooid. Ja, nou, het wordt gefreesd, een beetje technisch verhaal. En ze worden weer luchtig gemaakt en de beleiding gaat er weer in. En daarna moet onze groundsman, moet ze dan 2 weken echt walsen, dat die banen weer goed hard worden en dan zijn ze bespeelbaar. Je bent sinds een paar jaar voorzitter. Hoe bevalt het? Wat is hartstikke leuk. Wat is voor club? Hele leuke, gezellige vereniging. Wij organiseren heel veel activiteiten. Er is voor iedereen wat te doen. We hebben voor nieuwe leden een heel aantrekkelijk aanbod. Dat is allemaal te vinden op onze site www.zeeenduin.nl. Nieuwe leden kunnen ook dan zich inschrijven voor een nieuwe ledentraining tegen een heel laag bedrag. Wij organiseren 2 keer per week op donderdagochtend en vrijdagmiddag rekkentrekken. Dus ook al heb je geen tennismaatje, kan je altijd tennissen. Nou, en daarnaast hebben we een heel leuk open toernooi voor de senioren in week 30. Maar voor de jeugd hebben we ook een leuk open toernooi. Ja, en tal van toernooitjes die georganiseerd worden. Dus je kan gewoon vrij tennissen. Je hoeft ook niet mee te doen met al die activiteiten. Maar die mogelijkheid is er wel. Je leert ze ook heel veel mensen kennen. En we hebben een gepachte bar, clubhuis. Wat inhoudt dat je altijd een lekker drankje kan drinken. En een lekker hapje kan eten. En dat het ook altijd geopend is. Ook als je om 10 uur of om 11 uur van de baan komt, kan je nog rustig een drankje drinken. En dat wordt verzorgd door onze pachters Robin en Mira Dijkland. En die doen het op een hele leuke manier. Ze gaan er lekker in het seizoen mee aan de gang. Maar zijn het dan alleen maar gepensioneerd en senioren of is dat van alles wat? Nee, dat is echt van alles wat. We hebben natuurlijk jeugd. We zouden wel wat meer jeugd kunnen gebruiken. En senioren, ja, en dat loopt natuurlijk van 5 jaar tot en met 80 jaar wat er tennis. Dus dat is gewoon heel wisselend. En bijvoorbeeld met rekkentrekken, ja, komen ze van 19, 20 jaar, maar komen ze ook van 80 jaar. Dus dat is ook heel, heel divers wat er komt. Jullie zitten net achter de boulevard. Zijn nou meest Katwijkers die lid zijn? Ja. Ja, dus locatie is vaak ook bepalend natuurlijk van welke tennisvereniging je lid wordt. En je had het net al over de jeugd. Nou, je hoort dat die tegenwoordig alleen maar achter de PlayStation zitten. Ja. Jullie doen wel aan begeleiding, competitie, erbij halen? Nee, zeker. We hebben 2 hele goede trainers in dienst. En de jeugd die lid wordt van onze vereniging krijgt natuurlijk training, maar voor de jeugd organiseren we ook heel veel. Voor de senior is er competitie, maar voor de jeugd is er ook competitie. En in dit geval organiseren wij zelf een onderlinge competitie met tennisverenigingen in de omgeving.
Zodat je een beetje in de hand houdt waar die kinderen gaan spelen. Maar de insteek is wel dat kinderen gewoon veel wedstrijdjes gaan spelen. Ook op andere verenigingen komen. En onze jeugdcommissie organiseert ook toernooitjes voor ze. En vorig seizoen zijn ze begonnen met op zaterdagochtend een soort inlooptraining. Dus konden de kinderen komen en konden ze vrij spelen onder begeleiding. En dat was ook een groot succes. Dus we bieden heel veel aan, we doen heel veel voor... En er wordt ook wel aan niveau gewerkt. Ja, natuurlijk. Maar dat doen de trainers. En door wedstrijden te spelen kunnen ze steeds beter worden natuurlijk. Want is wel eens iemand echt doorgebroken bij jullie vandaan? We hebben wel hele goede spelers. Wij hebben, of die vanaf jongs af aan bij ons zijn geweest, weet ik niet. Maar we hebben bijvoorbeeld bij de dames hebben een eredivisieteam spelen. Dat is het hoogste wat je kan bereiken op dit niveau, zeg maar. Dus dat zijn echt hele goede spelers. Dus ja, die hebben we zeker, ja. Dus dat is voor wat betreft de jeugdcompetitie. Jullie hebben ook nog, dat ook om bekend hè, rond week 30. Het open, dat is het open. Wat is dat voor iets? Ik hoor daar altijd de mooiste verhalen over. Ja, dat is, nou, in de tenniswereld organiseren heel veel verenigingen een open toernooi. Dat betekent iedereen die lid is van de KNLTB, die een bondsnummer heeft, want buitenlanders kunnen ook een bondsnummer aanvragen, kunnen zich inschrijven voor zo'n toernooi. En bij ons is het gewoon, dat heeft te maken met de organisatie, met de wedstrijdleiding, altijd heel goed opgezet. We hebben altijd een heel sterk spelersveld, ook in de hoogste categorieën. Maar er worden ook op de meeste avonden ongelooflijk leuke feesten georganiseerd. En het is leuk om te kijken naar iedereen die natuurlijk wedstrijden speelt. En ons toernooi, de meeste toernooien beginnen om 6:00 PM. En ons toernooi begint al om 9:00 AM, omdat we altijd heel veel inschrijvingen hebben. Dus de moeite waard, kom kijken, week 30. Ja, het is echt heel gezellig. Of schrijf je in, doe mee. Ja. En open toernooi, dat houdt in niet alleen voor leden, maar gewoon iedereen dat welkom. Een open toernooi houdt in dat je ook van andere verenigingen... Je moet wel een KNLTB-lidmaatschap hebben, dus je moet wel lid zijn van een vereniging. Maar dan kan je je inschrijven in jouw sterkte, in jouw categorie. En dan kan je een wedstrijd spelen. Dus, en dat houdt een open toernooi in. Dus ook van... Heel Nederland kunnen ze zich inschrijven. Maar zijn jullie daar nu al mee bezig of is dat iets? Ja, zeker. Nee, natuurlijk de organisatie die is op het moment dat het open stopt... zijn ze bezig met de evaluatie wat volgend jaar beter kan. En vanaf dat moment dat het is gestopt... zijn ze alweer een beetje bezig met het open voor dit seizoen. Dus ja, nee, daar wordt nu ook zeker aan gewerkt. Dus, jullie hebben een winterstop. Dan is alles dicht. Wat doe je dan als voorzitter? Dan ben je er ook verder niet mee bezig? Je blijft er altijd mee bezig, want ze kunnen je altijd bereiken natuurlijk. Maar in de wintermaanden doe ik wel wat met tennis. Want dan pacht ik tennishal de Klinkenberg in Sassenheim met een vriendin samen. De sportkantine. En daar zijn 8 binnenbanen van de Plexipave, ook met LED-verlichting. En dat is ook superleuk om te doen. En dan werken wij van begin oktober tot eind maart. En daarna hebben we een half jaar vakantie. Dus, en dan kan ik weer naar Zee en Duin. Ja. Dus jouw leven staat in teken van tennis? Ja, wel een beetje. Ook wel andere dingen, maar ook wel veel tennis inderdaad. Ja. Tot slot nog even waar we mee begonnen. Hè? De duurzaamheid, de activiteiten die er nu aankomen. Wanneer gaat het concreet plaatsvinden? Wat gaan jullie precies doen? We starten vrijdag 22 maart, 's avonds. En dat is een veiling met een muzikaal tientje. We hebben hele leuke kavels. Bijvoorbeeld een week een appartement in Portugal. Ook appartement in Zwitserland. Een strandhuisje van de kust. Sliptongetjes met wijn. Sloepvaren voor 12 personen. We hebben heel veel leuke kavels. Nou, we hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Dus een leuk veilingboekje, leuke veilingmeester. Muziek van de pianist van Crazy Pianos. Dus dat is een hele leuke omlijsting erbij. Zaterdag hebben we een swingo. Dus dat is een bingo met muziek. En de bingo-kaarten moet je wel vooraf kopen. Vrijdag is entree gratis. Zaterdag entree ook gratis. Maar de bingo-boekjes moet je kopen. Dat is €15. Gaat heel snel. Je kan ze kopen via www.zeeenduin.nl. Er zijn er nog een paar. En dan is het natuurlijk ook een loterij en meer dingen. We krijgen op baan 1 en 2 ook gigantisch veel tennisballen in een mooi geraamte. En degene die raadt of er dichtbij zit, krijgt een lidmaatschap gratis van Zee en Duin. En dan zondag hebben we een soort familiedag, een kick-off dag. Met heel veel leuke activiteiten voor de kinderen, georganiseerd door de jeugdcommissie.
En daar is Carl Kreijenoord van Hey Jij, die daar dan bijvoorbeeld hapjes ook kosteloos organiseert. En het fijne is, van het hele weekend is de opbrengst van het clubhuis, dus van de drankjes. Mm-hmm. Dat geven de pachters allemaal aan ons. Dus ze staan daar belangeloos. En iedereen die een drankje neemt of koopt, dat is ook weer geld voor de vereniging. Dus ik hoop wel dat we aardig wat geld ophalen met dit weekend. Want jullie een bijzondere vergadering gehad in oktober om die ledverlichting te beslissen. Ja. Het is nu aangeschaft, gedeeltelijk gefinancierd. Is de bedoeling dat je dat een beetje gaat terugdringen? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En daarna het openingsweekend en dan gaat het weer beginnen. En dan gaan we weer lekker starten. Toen het zonnetje zo scheen afgelopen weekend. Ja, dan gaat het wel weer kriebelen. Ja, tuurlijk. Dat heeft iedereen. Ja. Over een paar weekjes? Over een paar weekjes, ja. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Hans Verlijn, de voorzitter van Tennisvereniging Zee en Duin. We gaan tot slot van deze uitzending even kijken naar het programma voor het voetbal de komende week. En dan gaat VV Katwijk uit naar Jong Vitesse. Rijnsburgse Boys speelt thuis tegen Spakenburg. Dat is ook een leuke een leuke wedstrijd, denk ik. Quick Boys tegen de Harkemaanse Boys en SV DSO tegen Valken 68. En FC Rijvogels die heeft een weekendje vrij. Bedacht ons alweer aan het einde van deze RTV Sport op TV voor vandaag. Volgende week is er weer een nieuwe sportuitzending dan de voetbaltafel. En dan zetten mijn collega's Jaap Kloos en Marcel weer alle voetbalfeitjes op een rij. Ik ben er over 2 weken weer. Graag tot dan.